Mag ik dat doen voor u? Ik beloof niet dat ik dat echt goed ken, hè? Maar als het niet goed is, moet je hem onder mijn voeten geven. Hè? Vandaag ben ik uitgenodigd door Flozo om een dagje mee te draaien in dit woonzorghuis. Mijn moeder was zelf zorgkundige en ook in de familie hebben we mensen die in deze sector actief zijn. Dus ik kijk er echt naar uit om te kijken wat de echte noden zijn in deze sector. Ik heb een vermoeden, te weinig handen aan het bed en te weinig financiering. Maar nu ga ik het aan de lijve ondervinden. Ah ja, maar ik woon ook in Schoten, hè? Ja. Een koppel criminelen. Succes, hè? Oude tijd. Bonnie en Clyde. Ja. Zegt u niet? Ik zie dat je wel fan bent van alles wat Schotse doodelzakmuziek is en zo. Hoe komt dat? Zomer. Nee, we gingen alle jaren sinds 1999 altijd op in verlof in Schotland. En ja. Tegen de micro beneden te pakken gaat. Ja. En wat zou de politici kunnen doen voor het hier makkelijker te maken? Ja, nee. Maar dat is de rode draad in alles. Ik ben Tom van Grieken. Wie? Tom van Grieken. Oh, die gaan Tom van Grieken? Ja, ja. Oh, ik ga een reclame maken voor de kering. Nee. Oh, nee. Het is straffer. De mensen die hier werken, hebben gezegd, kom een keer zien hoe dat hier aan zijn werk gaat. Want jullie in Brussel, jullie weten heel vaak niet hoe dat in de praktijk is. En dan kom ik luisteren, hè. En we gaan Lia een paar pilletjes geven, dan moeten we gaan kijken op de middag. Moeten we dat aftekenen. Dus registreren dat we dat hebben gegeven, want als er nu inspectie binnenkomt en dat pilletje is hier weg. Eén krasje vergeten en alles wordt afgekeken. Ja, belachelijk. En wij hebben een streep door de rekening. En dan moet hier kijken de pilletjes en dan kijken we hier naar het plakje. En dan doen we dat in een potje. En dan gaan we dat geven. Ah, oké. Okay. Dus als jij dat wilt, moet je dat eens proberen. Ja, dat gaat wel lukken, hè? Ja, dat is voor Lia. Happy pilletjes. Ja. Ik kan je mijn voornaam aanspreken, Lia. Ik heb uw medicatie bij. Alsjeblieft. Dat gaan we toch niet vergeven, hè? Nee, dat gaan we ook niet doen. Nee. Dat is om je beter te doen voor, niet slechter te doen voor. Alvast smakelijk. Een grote uitdaging in de zorg, zeker en vast met de verkiezingen die er volgend jaar aanstaan. Een kleine attentie om mee te nemen, om niet te vergeten wat belangrijk is voor de zorgsector. Hartelijk dank. Ik vond het een ongelooflijk fijne ervaring en ik hoop dat er wat verandert na de verkiezingen. Oké, dankjewel.